Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard. En wij zitten vandaag in de frikandellenvulling ook. Namelijk, oh yeah. Ik heb flink doorrijden, 20 kilometer op. Ja, zal zijn. Wat rijdt? 8,5. 8,5, ja. Ja. Heb je enig idee waar dat komt? Ik hoorde net van Herman, die zei, ja, zo werkt het wel. Hij moet gewoon napraten wat anders zegt, hè? Zo werkt het wel. Ik ga niet zeggen dat ik het zelf heb bedacht, dat is niet zo. Hij denkt dat er zijn er gewoon veel minder, dus daarom hebben ze meer ruimte om te groeien. Ja, klopt dat? Heb je helemaal goed. Hij heeft helemaal jou goed verteld. In de bunker. Eigenlijk 500 meter kan je in de bunker hebben. Ja. Ja. Dus de bunker van de machine is ook vergroot. Groter dan het origineel. Ja. Dus met een Engels vertaald. Ja, in principe alleen maar naar u dat er trekkers en keepers op het land staan. Ja, ja, ja. Gesproken dan blijft de kop langs staan. En dat scheelt. Ja, dan zie je ook terug in de bodembeweging. Je hoeft in principe, als je zo kijkt zoals wat er gereden is, ja, op die manier, alleen door die roer, hoef je geen grondbewerking meer uit te voeren. Geen woelboot, geen helemaal niks. Nee, laat maar liggen, er blijft echt geen water aan. Nee. De volgende keer, als je frikandel speciaal aan het eten bent, weet je waar die uien vandaan komen. Eén belangrijke vraag. Ketchup of curry? Sowieso ketchup. De frikandel speciaal is altijd met curry. Nee, dat is onzin. Een duim voor ketchup en een reactie voor curry. Want sowieso meer mensen vinden ketchup lekkerder op een frikandel speciaal dan curry. Punt. Discussie, einde discussie. Klaar. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ik zeg gewoon Almere plat gooien en uien zaaien. Is toch mooi?